Hallo en leuk dat jullie weer kijken. Dit filmpje gaat over het winter klaarmaken van de buitenboordmotor. Want het is natuurlijk fijn als je het straks in het voorjaar gewoon weer doet. Wat er vaak gebeurt is dat de buitenboordmotor achter de boot wordt weggehaald, in de schuur wordt gehangen of op zolder wordt neergezet. En vervolgens wordt hij in het voorjaar gestart en dan zal hij het na waarschijnlijk 2-3 minuten niet meer doen. Waar komt dat nou door? In de buitenboordmotor zit natuurlijk benzine. Op het moment dat u hem boven op zolder neerzet, zal na een aantal maanden, 2 maanden, 3 maanden, de benzine verdampen, vervliegen, waardoor er een laagje onder in de carburateur blijft zitten, wat niet meer kan verdampen. Op het moment dat u hem in het voorjaar weer vult met benzine, dan duurt dat heel eventjes, maar dan gaat dat laagje lost op in brokjes of in een soort slijmachtig laagje. En dan gaat dat in de sproeier zitten en op dat moment gaat hij het niet meer doen. Dan zal hij of alleen op de choke draaien of met heel veel gas. Maar u kunt er eigenlijk helemaal niks meer mee. Op het moment dat dat gebeurd is, zult u de carburateur moeten reinigen. Wij hebben daar een sonarbad voor. Maar u kunt dat ook eventueel vinden in een van onze andere filmpjes, hoe u de carburateur het beste schoon kunt maken. Nog belangrijker, hoe voorkomt u het nou? Zorg ervoor dat als u alleen een interne tank heeft, dat de interne tank helemaal zo leeg mogelijk gemaakt wordt. En laat u dan de motor net zo lang draaien totdat hij uitvalt. In een ander geval, met de externe tank, haal de stekker eraf en wederom laat de motor net zo lang draaien tot hij helemaal uitvalt en dat de benzine helemaal op is. Let op dat u dit wel doet als de motor nog in het water hangt, want anders krijgt hij geen koeling meer en dat zou zonde zijn. Ook nog even een tip voor het voorjaar, zorg ervoor dat u altijd begint met verse benzine en geen oude benzine die ook van vorig jaar nog in de schuur staat of die u nog van de buurman heeft gekregen. Doe het niet, want de buitenboordmotor zal heel slecht reageren op oude benzine. Gooi dat in de gasmaaier of in uw auto, maar niet in de buitenboordmotor. Die is daar erg gevoelig voor. Ik hoop dat ik u zo een beetje heb kunnen helpen en dat de motor het wel weer gaat doen in het voorjaar en of blijft doen. Mocht u nou nog vragen hebben of iets, stuur een berichtje of laat een reactie achter.